Dag Meloten, dit is hem dan, voorlopig even de laatste video op dit kanaal. Ik weet het, ik ben wat later dan verwacht. En daar heb ik eigenlijk maar één goede verklaring voor. Ik ben verhuisd en ik ben gewoon heel erg druk in mijn eigen huis. En er zit ook nog 40 uur werken tegenaan. Dus een video maken is wat lastiger op dit moment. Maar ik heb nu gewoon even de tijd gevonden om toch die video te maken. Dus sorry daarvoor. In deze video gaan we het hebben over de 9e aflevering van De Mol seizoen 11. De mol is inmiddels bekend, maar we gaan het in deze video hebben over de molacties van Comfort. En niet te vergeten over de verborgen aanwijzingen die ons als kijkers alvast op het juiste spoor hadden kunnen brengen. En we kijken natuurlijk naar jullie top 5 favoriete opdrachten in dit seizoen. Dus voor de laatste keer, laten we snel gaan beginnen. Dit hebben we echt een goed potje. Ja, het was een aflevering zoals je die eigenlijk wel verwacht bent van De Mol België. Je krijgt heel veel te zien over wat er met De Mol is afgesproken. Dingen die je in een Nederlands seizoen eigenlijk nooit te horen krijgt. Een goed voorbeeld daarvan is de openingsopdracht. Want Comfort en presentator Gilles de Koster hebben een dingetje afgesproken met elkaar. Als Gilles zijn handen gekruist voor zich houdt, dan heeft de mol het eigenlijk al voor elkaar en zijn ze buiten tijd. Maar houdt de presentator zijn handen achter zijn rug, dan moet Comfort dus nog even tijd rekken. Ja, zover mocht het allemaal niet komen, want Comfort kwam eigenlijk veel later pas bij de finish aan. Heel veel heeft ze dus niet hoeven doen en daarom wilde ze het eigenlijk wel fout doen bij de slackline. Want ja, altijd fijn als een mol natuurlijk wat hulp krijgt van de medekandidaten. Maar je kan niet een hele 9e aflevering vullen met alleen maar molacties van andere kandidaten. En dan zelf helemaal niks hebben gedaan. Want dan zou je alsnog een slechte mol zijn, in mijn ogen. Dus goed, Comfort die gooit het bij de slackline. Dus er vooral op dat ze er niet goed bij kan. Dat haar lengte te klein is. Waardoor ze dus eigenlijk van de slackline afvalt. En er dus €3000 verloren gaat. Maar dit is wel het moment waarbij Toos al gelijk Comfort op zijn verdachtenlijstje zet. En er eigenlijk ook niet meer van afgaat. Ja, aan boord van de trein vond ik wel een van de slechtste molacties. Vooral omdat ze daar in het begin ook gewoon heel veel goede antwoorden geven op de raadsels die gesteld worden in de trein. Vervolgens gaat het eigenlijk gewoon mis, want zij gooit zelf niet eens de voorwerpen van de trein af. Dat doen de andere 4 kandidaten die aan boord zijn. Dus ze heeft hier eigenlijk ook weer gewoon heel weinig hoeven doen. Bij de hoefijzers daarentegen, ja, de verkeerde combinaties die €1000 waard zijn gelijk verkeerd doen, is natuurlijk eigenlijk wat je ook al een beetje had kunnen verwachten wat de mol graag zou willen doen. Zo min mogelijk hoge bedragen willen verdienen. Maar ik vond het dan wel weer heel gedurfd dat ze bij die eieren gewoon, ja, eieren gewoon expres op de grond liet vallen. Ook in het bijzijn van de medekandidaten en zelfs het rode eitje van Lancelot stuk heeft gemaakt en heeft laten verdwijnen. En het eitje van Connie die gebroken was, was ook zeker de schuld van Comfort. Want Connie had namelijk haar eitje in haar tas bewaard. En dat was niet de allerbeste keuze. En dat de mol ook wel eens pech heeft, ja, dat zien we bij de lanceerbasis. Want eigenlijk gaat alles gesmeerd en gaan de 2 kandidaten naar de pasvragen toe. Lancelot en Lieselot. Alleen dat deze groep anders is dan dat ze had verwacht, dat wordt gauw duidelijk, want deze 2 kandidaten gaan dus niet voor de pasvragen en dus voor €5000 in de pot. Ja, dat is ook het moment waarop we dus op een gegeven moment het dagboek van de mol voorbij zien komen. Ik kom hem boven en er is gewoon niks. Die verdienen €5000. Ze maken het u niet gemakkelijk. Goed, deze mol herpakt zich en in de volgende opdracht met de dierentuin is zij ook aanwezig in de dierentuin. En heel knap, ze heeft alle locaties van de dieren onthouden in haar koppie. Ook weet ze precies welke vraag ze het beste kan stellen, want die liggen het verst van elkaar af in de dierentuin. En ze weet waar de bejaarden zich bevinden. Dus zo kan ze voorkomen dat er bijna geen enkele keer bingo valt, maar 1 keer slechts. En dan het stuntvliegen. Ja, toch wel een hele fantastische ervaring. Minder rijk, maar toch €1500 uit de pot. Ik denk dat de mol daar wel tevreden mee is. En dan bij de collegeopdracht, waarbij Lancelot dus voor de klas staat. Wat boeken proberen te verstoppen, maar op een of andere manier lukt het dan toch om die boeken die verstopt zijn weer te vinden. Dus alle informatie die Comfort achter had willen houden, die is op een of andere manier toch weer gevonden. En kunnen ze die dan toch doorgeven. Maar goed, alsnog wordt de verkeerde naam van het schilderij doorgegeven en de scholieren halen het examen niet. Dus er wordt €0 verdiend.
Ook wordt er 0 euro verdiend bij de bom in de bus opdracht. En dat heeft alles te maken met omgekeerde psychologie. Want Comfort heeft al in de gaten dat de drie heren die nu nog in het spel zitten op Comfort zitten. Dus in plaats van het foute antwoord geven, gaat zij voor het goede antwoord. Waardoor Ruben denkt, hey, de mol is nu het foute antwoord aan het geven, dus dan ga ik een ander antwoord kiezen. Dit hebben we ook vorig seizoen bij Uma gezien in de laatste aflevering. Met een gekleurd draadje doorknippen. En dit was eigenlijk het soortgelijke, want ook hier moest dus weer een gekleurd draadje doorgeknipt worden. Bij het fotomoment heeft ze niet heel erg goed kunnen mollen. Ze stond daar misschien ook niet op de allerbeste mollocatie. Ze heeft in ieder geval bij één foto te laat het water uit de emmer laten stromen, waardoor de timing niet helemaal goed ging. Dus één foto ging alsnog verloren. En later bij de opdracht daarna, in het shoot-duel, heeft ze nog geprobeerd om van tevoren heel veel te oefenen op die mini-opdrachtjes. Maar ja, Toos bleek er gewoon een stukje beter in te zijn. Ja, die pech heb je soms als mol zijnde. Ja, en dan eigenlijk de vraag waarbij ik heel erg afvroeg van hoe hebben ze dat nou precies gedaan? De mol-opdracht met de handpop. Nou, eigenlijk heel simpel. Een mond open was gewoon doorspelen en een mond dicht was stoppen met spelen. Hier heeft ze eigenlijk weinig risico genomen. Maar ik vond er nog wel een redelijk risico nemen bij het feit dat ze zelf aan de bar zat. Want ze gaf steeds aan dat ze andere kaarten voor zich had liggen. Terwijl, ja, eigenlijk hele goede kaarten voor haar neus lagen. Ik wist, de rest kan mijn kaarten toch niet zien. Dus ik kon liegen over de bedragen die ik trok. En de rest van de kandidaten achter haar zeiden dan de hele tijd, ja, speel maar gewoon door, speel maar gewoon door. Op een gegeven moment heeft ze zelfs die 2000 eurokaart voor zich zien liggen en heeft ze toch doorgespeeld. Dus op zich vond ik dat nog wel een goede molactie. Zij is ook de enige die dus bij deze opdracht geld verliest. 200 euro gaat er dan af. Al met al niet een allerbeste opdracht voor de mol. Maar wel leuk om te zien hoe dit nou precies ging zo achter de schermen. Ja, dan nog even het rode scherm. Ze hebben nog even uitgelegd hoe en wat precies. Ik ben het nog steeds met de mening eens waar ik het in de vorige video over had. Ik vind niet dat de mol op deze locatie had moeten staan. Tuurlijk, de mol moet ook de kans krijgen om in opdrachten te kunnen mollen. Maar bij deze opdracht heb ik zoiets van, ja, laat dit dan gewoon niet aan de mol over. Laat dit dat gewoon door de kandidaten doen. Er zijn vaak zat opdrachten die de mol dan wel gewoon leuk mee moet spelen. Want dat is leuk voor televisie. Laat dit dan ook zo'n opdracht zijn. En bemoei je er gewoon niet mee als mol zijnde. Dus klein beetje een smetje nogmaals op een toch wel echt fantastisch seizoen. Zijn we aangekomen bij de verborgen tips. En er zaten best wel leuke verborgen tips in. Ook veel tips die ik zelf gewoon niet gevonden heb. Moet er ook heel eerlijk bij zeggen, ik heb ook niet volledig lopen speuren naar de verborgen tips. Zijn in België altijd een stukje moeilijker te vinden. Maar ik heb ook gewoon 3 à 4 afleveringen gewoon minder intensief kunnen kijken door mijn verhuizing. Dus ja, zodoende. Allereerst het doosje paracetamols. Daar hebben we natuurlijk in de eerste aflevering al naar zitten kijken. En we dachten al vooral dat er dan een hint in zou zitten qua datum dat erop stond. Maar we moesten gewoon naar het lettertype kijken. Want dat was namelijk het lettertype Comfort. En dit komt ook wel vaker in het seizoen weer terug. Zo stond het namelijk ook in de krant verwerkt. Ook hier gingen veel kijkers op zoek naar een tip. Ook al stond er duidelijk no hint here. De tip stond er net boven. Het schokkende nieuws werd u gebracht in het lettertype Comfort. Dan een verwijzing naar het derde seizoen van De Mol. Daar was namelijk ook een opdracht met een stuntvliegtuig. En Mark was in dat seizoen De Mol. En hij had blijkbaar een combinatie met een cocktail, de Tequila Sunrise. En laat Comfort nou deze cocktail besteld hebben. Ik denk de Tequila Sunrise. Tja, voor de echte kennis zullen we maar zeggen. Dan een andere leuke hint. En dan moeten we weer even terug naar de opdracht met de handpop van De Mol. Want De Mol zat natuurlijk in dat busje verstopt. En daar moesten we gewoon naar de nummerplaat kijken, want daar stond namelijk CM11 op. Oftewel Comfort Mol seizoen 11 waarschijnlijk. Ook het beroep, daar wordt wel eens vaker een hint in verborgen en dat is bij Comfort niet anders. Zij is gynaecoloog en het woord baby valt zowat iedere aflevering wel een keer. En dat gebeurt altijd wanneer Comfort dus in beeld is. En het kan in de muziek zitten, maar het kan ook gewoon uitgesproken worden. Tot slot hebben we dan nog een foto van Comfort waarbij zij als enige haar hoed aanraakt. Wel te verstaan de rand van de hoed. En dat doet allemaal verwijzen naar het gezegde van de hoed en de rand weten. Oftewel volledig geïnformeerd zijn. Ja, dat is een mol zeker weten wel. Dan nog eentje die we niet zozeer in de aflevering hebben kunnen zien, maar in Café de Mol. Want daar was namelijk bij de voorstelling van alle kandidaten als enige de naam van de mol te zien. Comfort stond daar eigenlijk als enige met haar naam.
al bij het overzicht die Gilles in Café de Mol toonde. Ja, dan nog heel even kort de verdenkingen. Ja, Matteo heeft meteen tunnelvisie in de eerste aflevering. Best wel grappig om te zien hoe dat altijd wel gaat. En wat we eigenlijk al dachten, Leila werd heel veel verdacht. Vooral bij de derde aflevering. Connie zat op haar en ging daardoor naar huis toe. Maar niet alleen Connie zat op haar, Ruben ook. En in de vierde aflevering zit Ruben nog steeds op Leila. Alleen heeft hij geluk dat Lieselot ook op Leila zit en al in op Leila heeft ingezet. Dus zodoende ging zij naar huis toe. Ja, Toos die ziet bij het rode scherm van Comfort eigenlijk zijn vermoeden bevestigd worden. Eigenlijk al vanaf die slackline opdracht verdenkt Toos Comfort de hele tijd. En dat wordt alleen maar zekerder door het rode scherm bij de Back to the Future opdracht. Maar het is ook gewoon ja, echt bijzonder om te zien hoe Lancelot een heel systeem heeft uitbedacht, waardoor hij straks Toos sowieso uit kan sluiten als mol zijnde en laat dan Toos tot het einde van het seizoen erin blijven, waardoor Lancelot zeker weet dat Comfort de mol moet zijn. Dus Lancelot en Toos zitten allebei op Comfort eigenlijk al vanaf de vijfde aflevering, weten ze het bijna zeker. Maar in de finale test blijkt dat Lancelot het op tijd beter heeft gedaan dan Toos. Het is echt een titanenstrijd, want ik heb het even opgeschreven. 29 van de 30 vragen worden juist beantwoord. Dat betekent dat er dus 10 extra vragen bij komen en deze worden wel op tijd gemaakt. En ook die 10 vragen zijn allebei juist beantwoord door de kandidaten. Dus het heeft echt op tijd heeft het bepaald wie de winnaar van dit seizoen werd. Nou, dat was dus Lancelot. Lancelot gaat naar huis met een pot van €27.320. En wij gaan kijken naar jullie top 5 favoriete opdrachten. Laten we beginnen met nummer 5, waarbij de mol niet zo heel blij was, denk ik. Maar jullie kijken eens wel. De ontploffing op de nucleaire basis. Natuurlijk een fantastisch terrein en ook leuk, omdat je niet verwacht dat de kandidaten hier voor €5.000 gaan. Want ik had eigenlijk ook wel verwacht dat ze voor die pasvragen zouden kiezen, maar dat gebeurde dus niet. Op 4, de bootcamp. Daarbij moet natuurlijk vooral gezegd worden dat de acteur die bij deze opdracht zit ook wel erg lekker in zijn rol zat. Ik moest erg lachen ook tijdens het zien van deze opdracht. Nou ja, jullie kijken ze dus ook en jullie hebben hem daarom dus op de vierde plek gezet. Op 3, een toch wel hele mooie, bijzondere locatie, de Biosphere 2. Ja, verschillende werelden komen eigenlijk bij elkaar. En toch altijd wel knap dat je nog in zo'n laatste aflevering met 3 kandidaten toch nog zo'n toffe opdracht neer kunt zetten. Ik ben dus helemaal met jullie kijkers eens dat deze zeker in de top 5 thuis hoort. Op 2, daar hebben we weer de handpop van de mol. Nou, jullie en ik zelf ook vonden het heel tof gedaan dat ze een andere persoon hebben ingezet om te spreken met de kandidaten, terwijl de mol eigenlijk gewoon in het busje zit en dus de vragen kan stellen. Later in het café is het natuurlijk ook gewoon heel tof om te ontdekken wie dan daar aan het mollen is in het openbaar. En dan, de opdracht die voor jullie op de eerste plek is geëindigd, is de bom in de bus opdracht. Soms hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden en dat was bij deze opdracht eigenlijk ook gewoon het geval. Want ze hebben natuurlijk heel veel inspiratie van de film Speed kunnen overnemen. Die gaat natuurlijk ook over een bom in een bus. Nou, er kwamen genoeg elementen bij kijken om dit een hele toffe opdracht te maken. Zowel in de bus werden opdrachten uitgevoerd als buiten de bus. En Ruben heeft zelfs het radiografische autootje kapot laten gaan. Helaas voor de kandidaten niet met al te veel succes, want er werd dus €0 verdiend. Maar de mol heeft zeker genoten en wij kijken stiekem ook. Ja, en dan nog even voor de statistiek. Welke opdracht is dan onderaan geëindigd? Nou ja, hij kon er op erg veel kritiek rekenen. En daarom is het ook de Back to the Future opdracht geworden. Ik denk dat dat alles te maken heeft met het rode scherm en dat heel veel kijkers het er gewoon nog steeds niet echt mee eens zijn. Daar sluit ik me bij aan trouwens. Kijkers, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar dit seizoen van De Mol. En naar alle video's die ik heb gemaakt over De Mol, maar ook over Wie is De Mol. Ik ga weer voor een langere tijd ondergronds, maar volgend seizoen ben ik er zeker weten weer bij. Als daar nieuws over is, dan vind je het uiteraard op dit kanaal. Leuk feitje, volgend seizoen is het 10e seizoen van Wie is de Mol dat ik ga volgen op dit kanaal. Dus dat is echt een leuk jubileum. Dus ik wil dat eigenlijk wel speciaal aan gaan pakken. Misschien met iedere aflevering wel een soort van giveaway of iets. Ik ga nog even bedenken in welke vorm ik dat ga gieten. Maar het wordt in ieder geval heel erg leuk. Dus
Ik hoop jullie allemaal volgend seizoen gewoon weer te zien op dit kanaal. Bedankt voor het kijken, voor jullie trouwe support. Blijf gewoon lekker geabonneerd, dan mis je geen enkele video als er weer nieuws is over Wie is de Mol. Ik sluit hem hier af, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Hey, doei doei!